Ja, dat was een rare intro. Ja, kijkers bij een nieuwe video. Vandaag gaan we iets veel anders doen dat ik nooit gedaan heb. Tegenwoordig tijdens de dag ik altijd een muts, lekker zo'n muts. En muts. Oké, dat was eigenlijk wel raar uitgebeeld. Zo, wat ik bedoel met een muts. Omdat, ja, ik doe altijd een muts aan. Ik heb lekker lang geleden dat ik niet mijn haar echt getoond heb. Maar dat zie je na deze video als je handsmal uitkijkt. En als je dat niet doet, dan heb je ongeluk dan, hè. Dan heb je ongeluk dan! Ik meen het serieus! Zo, ja, ik ga misschien uitdoen zo, ja. Nu heb ik mijn muts. En nu heb ik geen muts. Ja, jullie kunnen zien dat ik mijn haar is geknipt. Niet van de kapper, van mijn mama, dat ja. De kappers weten nooit en nooit wat je wilt, hè. Lekker als, ja, ik ga altijd naar de kapper in Londen. Dat ze doen dat zo perfect, maar hier in Nederland, hè. Geen haat, geen haat. Nou ja, ze doen het te kort. Lekker als, ik denk dat ik had echt zo heel... Maar ik heb nooit mijn haar knipt in Nederland. Ja, tenzij van mijn mama zo, ja. Ik zal je het uitleggen waarom dat ik nooit mijn haar toon. Mijn ouders waren gescheiden. Ja, één punt. De tweede gingen naar in België verhuizen. Zo ja, dat betekent dat ik in Londen was geboren. En nu ben ik in België. Zo, ik kwam op school en de directeur zei... ja, welkom. En ja, in Nederland zijn ik dan lekker zo. Wat spreekt die nu? En dan was ik bij mijn eerste keer in de klas. Dan wanneer dat een speeltijd was, je had het niet geloven. Er waren lekker als alle kinderen stonden rond mij. Lekker als... Dat is net alsof dat ik een... dat ze nooit een bruin mens gezien hebben met mijn haar. Ja, eigenlijk was het zo dat ze hebben nooit een bruin mens gezien. Nou ja, dat is gewoon... Ja, we heet het gewoon. Zo ja, iedereen stond ook rond mijn broer. En ik ging snel naar mijn broer eens lopen. En dan dachten wij in Engels, ja, waarom zitten ze rond ons? En serieus, iedereen probeerde Engels te spreken. Maar dat lukte niet. En iemand, ja, mijn vriend, ja, die Lars heet, ja, die probeerde altijd, I'm snake of ja, zoiets. En ja, niemand komt Engels. Zo ja, het was net alsof dat ik gewoon een alien was. Lekker als, serieus, het is net alsof dat ik E.T. was die geland was op een planeet of zo. Het was net alsof dat ik zeldzaam was. Lekker als, ja, meisjes wilden mijzelf uitnodigen bij een feest. En ik dacht lekker zo, ja, en de eerste keer dacht ik zo, oké, maar nu denk ik echt zo. Ik was een meisje, uitnodigen. En ja, ik ga eigenlijk niet zoveel naar meisjes, feestjes. Maar ik werd veel uitgenodigd zo. Well, ik was lekker bijna 5 of 3 keer uitgenodigd. Ik was wel een beetje saai. Ja, in principe, ja, is het net alsof dat wij de enige bruine mensen zijn in Eeklo. En niet dat, ja, er zijn ook bruine. Ja, dat is totaal niet racist. Maar ja, eigenlijk praat ik over nu mijn huidskleur ook, met mijn haar. Waarom mijn haar, dat ik dat altijd verberg? Wat doen mensen? Ze gaan mij achtervolgen en zo doen. Ah, ik je haar aanraken. En in plaats van ze zo doen, doen ze zo. Zo, lekker serieus. Het is net alsof dat ze mijn haar willen aftrekken. Lekker als niet normaal. Dat is net als dat ze een infectie hebben van krullitis. Ja, ik heb dat zelf verzonnen. Dat bestaat helemaal niet. Zo, ja, dat is eigenlijk wel super raar. Zo, ja, daarom verberg ik altijd mijn haar. Zo, daarom draag ik altijd een muts op speelplaats. Dat, ja, de meisjes zaten mij ook altijd achterna. Zo, als je deze video leuk vond, geef natuurlijk een blauw duimpje op. Omhoog. Zo ja, als een meisje kijkt of zo, niet aan mijn haar aftrekken. Hè? Dat is serieus, ik meen het. Ik ga echt heel boos zijn. Zo ja, geef een like als ik een video nog moet maken met dit kop. Oké, zo ik zie jullie later, denk ik. Doei.